van 10 jaar. Aan de statiek voor Nuland, Steve van Helvoort. Voor FCC Amersfoort een Kas van Rangelrooy. Voor de lossprinten zijn hou hem in de gaten. Hij viel de eerste maal, maar wist die andere twee wel te winnen. Thomas Bergboer. Voor de IJsselcrossers en dus de thuisbaan Roel Maatkamp. Voor FCC Putten hebben we Jarno Jansen. Voor de volharding Nunspeer Thijs Vis. Opnieuw een thuisrijder Thijs Besselink. En de man die alles won, Flying Bikes, Ruben Boersma. Heren, succes! Oké, daar zijn ze vertrokken. En wie pakt dan de kopstart? Het is in ieder geval drukker en drangen daar. Maar het lijkt toch Boersma te zijn. Met Bergboer is er aan. Ja hoor, zij gaan ze die eerste bocht in. En dan gaat Bergboer een korte bocht draaien. Zit hij gewoon in het wiel. En dan gaan ze uitmaken wie hier gaat winnen vandaag. Boersma op in. Bergboer op twee. En wie kan er meekomen? Dat lijkt dan toch een thuisrijdertje te zijn daar in het zwarte shirt. Ja hoor, dat is de 923. En dat is het nummer van Thijs Besselink. Maar vooral is het ook spannend hoor. Kan Bergboer Boersma nog voorbij? Eens even kijken. Dus ze draaien nou het laatste stuk op en Bergboer zit nog steeds in het achterwiel. Dan kan hij dan nog een klein gaatje vinden, ja of nee? Dat lijkt er toch niet, dat het lijkt toch Boersma te worden die er met de winst vandoor gaat. Bergboer wordt 2 en positie nummer 3 voor thuisrijder Thijs Besselink.